En wat gaan we doen hier? Ja, ik wou even wat vragen. Ik moet hier bij iemand wezen en wat een pakje brengen, maar ik kan het niet vinden. En hoe heet die mensen dan? Ja, iets van Beerntsen of zo. Die ken ik niet en die woont hier ook niet. Weet u dat zeker? Ja, dat weet ik heel zeker. Ik ben het huisnummer vergeten, maar ik meende dat het hier in deze hoek moest wezen. Nee, echt niet. Maar dan moet je maar de gunst kijken en dan moet je de auto maar meenemen. En dan moet je maar de gunst ergens neerzetten, want dit is eigen terrein. Het is hier zo druk in de straat. Mag ik hem niet even laten staan? Nee. Waarom niet? Nee, dat kan gewoon niet. Oh. Als zo meteen in mijn zonne komt, dan kan dat met de auto niet op. Maar die kan toch wel ergens anders gaan staan? Nee, die moet hier, want die moet hier aan het repareren. Oh, leuk. Dus. Nou ja, dan gaan we verder zoeken. Ja. Ja, bedankt. Succes ermee. Ja, ja hoor. Ja. Dag. Bram Buitenhuis is een geboren en getogen Deventernaar die vrachtwagenchauffeur van beroep was. Een man die weet waar hij voor staat en die zich door niets of niemand van de wijs laat brengen. Hij is meervoudig Europees kampioen geworden met zijn bijzondere hobby op slechts 12 vierkante meter. Zo'n tuinhuis zit er blijkbaar. Ja. Ik heb ook nog een tuinhuisje, misschien. Eigen ontwerp. Eigen ontwerp, oh ja. Kom maar jongens, kom maar. Die gaat naar Spanje toe. Die gaat naar Spanje? Hij heeft Spaans geleerd? Of? Nee, dat doet hij hier vooral in Spanje straks. Oh, doet hij straks in Spanje, oh ja. Reis je er zo ver mee weg dan? Die blijft in Spanje. En die blijft in Spanje? Deze blijft in Spanje. Die, dus die heb je echt verkocht aan iemand. Hij heeft blauwe ogen. Ja. En daar bovenin zit een helzilver. Als je die kruist met die, dan krijg je een F1 generatie. Daar zitten dus gewoon zwart zilvers in. Maar er zitten ook een paar bij die heel rijkelijk al verzilverd zijn. Al neigen naar het helzilver. En die ga je dus weer terugperen aan een helzilver. Dat doen wij vaak omdat dus de helzilvers de grondkleur heel gauw blauwachtig wordt in plaats van zwart blijft. Ja, ja. En om dat dus te verbeteren, kruis je die erin. En ook voor het bloedverversen. Deze zijn geboren in juli. Maar dat zijn echt toch hele jonkies ook, hè? En die krijgen deze. Ze kunnen er redelijk lang bij elkaar zitten. Want, dit zijn broertjes en zusjes. Dat zijn broertjes en zusjes. Ja. Dit is. Ik ga er wel even mee pakken. Kijk, dan kun je zien dat broertje doet staartje altijd erin. Kijk, zie? Ja. Oh ja. Dan gaat hij achter de ander aanvangen. Ja, dit is toevallig het zusje. En dat zijn de twee broertjes. Mooi kopje, hè? God. En zolang als je er niet naar kijkt hoe of wat, dan blijft het vrij rustig. Ja. Maar ja, meestal is het zo, de vrouwtjes beginnen hitsig te worden en dan die beginnen op de mannetjes te rijden. Ja, en dan moet je ze dus uit elkaar halen. Het is eigenlijk omgekeerde wereld als bij de mensen. Ja. Ja. Dan zijn de mannen meer hitsig. Kijk, maar nou kunnen we weer zien. Nou begint hij te donderen. Kijk, ja. Dus die krijgen eerder ook nummers in de oren. En dan, dan kan ik ze uitzetten om die vlierenvangers te hangen. Ouderwetse nog. Die ouderwetse nog, waar die stroop aan zit, waar ze aan blijven plakken. Ja, meestal heb ik hier nog wel eentje. Daar had ik nog wel eentje op de plank gaan staan. Dat ken ik nog wel van vroeger. Vond dat van die vieze dingen. Ze zijn fijn voor mensen met katten. Ja. Als je nou last van katten hebt, dan neem je een vissenkop en die plak je erop. En dan doe je hem gewoon met twee punaises heel zachtjes vastzetten. De kat die wil die vissenkop eraf trekken. Hup. Springt het los, hij helemaal om. En dan komt de kat thuis en dan is het baasje ook blij. En dan kan het baasje hem helemaal schoonmaken. Dus weet het baasje gelijk waar hij aan toe is. Dat doe je maar eventjes aan de hand, want ik heb ook zo'n last van de kat van de buren. Ja, dat is heel gemakkelijk. Ja, dan zit ik. Nou, maar zien dat ik zo'n vliegend ding krijg. Oh, bij de action hebben ze. Ja, en de dosis van 4. Er zitten er zo 15, 16 op de tafel van deze. En dan zitten er 5 of 6 mensen achter. Ja, en die zitten de hele tijd niks aan. Als maar te strijken. En poetsen en poetsen. Om hem zelf in de positie te brengen. Ja. En de Engelse pelzen zijn heel anders dan Nederlandse pelzen. Ja? En de Duitse pelzen, ja. Kijk, dit noemen ze valpels. Kijk, die valt direct naar beneden. Ja, er zit geen ondervol onder. Nee.
Die valt direct naar beneden. Nou, deze is nu bezig met zijn tweede verharing. Kijk, eerst was die dit. Kijk, en hier begint hij nou lichter te worden. En naarmate hij ouder wordt, wordt hij ook helemaal lichter. Wordt hij helemaal licht. Oh. Dus dat gaat niet in één keer, maar nee. Nou, net als bij de mens eigenlijk, die grijs wordt. Ja. Kan. Ik kan wel zien dat ze gewend zijn dat ze in de handen genomen worden. Hè? Hoe meer ze in de handen genomen worden, hoe beter het is. Ja. Des te rustiger blijven ze. Ja, des te rustiger blijven ze. Ja. Altijd dat neusje in beweging. Ja, hè, neusje is altijd in beweging. Ja. Want dit zijn een, dat noemen ze hier in... op het vasteland noemen ze deze gewoon dwerghazen. Er zijn er maar heel weinig van hier in Nederland. Zodat die jong geworpen heeft, gelijk zich weer laten dekken, want een konijn heeft namelijk twee baarmoeders. Oh. Een linker en een rechter. Oh. En daarom heeft een konijn ook zoveel jong per jaar. Ja. Hoe ben je hier zo mee begonnen? Dat is begonnen in mijn jeugd. Mijn vader had duiven, mijn broer had duiven. Ik heb gehad kanaries, kippen, duiven, konijn, eend. Alles wat er zo'n beetje was, heb ik gehad. Ja. Nou, toen ben ik op een gegeven moment ben ik getrouwd. En toen ben ik weer mensen tegengekomen van heel vroeger. Die zaten in de konijnenbusiness nog, tenminste dan in de konijnensport. Ja. Nou, toen ben ik begonnen om eigenlijk een hangootje te kopen voor de kinderen. Ja. En toen ben ik toch weer zo, hup, in het verenigingsleven ingerold. En zelf weer gaan fokken. Ja. En je leerde die kennis van je medeclubgenoten of verhaalde je dat uit een boek? Of, Er zijn twee hele belangrijke boeken. En dat is de erfelijkheidsleer voor de konijnenfokker van Schippers. En Schippers kwam uit Deventer. En de wet van Mendel. Als je de wet van Mendel niet weet en niet kent, bereik je niks. Hoeveel tijd besteed je hier vandaag aan? Nou, dat ligt aan de omstandigheden. Als ik als erg jong zijn, dan is het meestal zoveel mogelijk rust houden in de hokken. En door de regel is het 's morgens vroeg, kom ik mijn bed uit en dan is het gelijk hier naartoe. Water nakijken, hooi bijvoeren. Ja. En in de middag loop ik er nog wel eens even in. Ja. En als mevrouw haar favoriete televisieprogramma erop is. 97 punt met 5DK 101. Die werd ik Europees kampioen mee. Dat is een U. En een U is in Nederland heel moeilijk te creëren. Ik kreeg in Nederland maar heel weinig een U van een keurmeester. Want er markeert 99 van de 100 keer wel iets aan het knieën. En deze is wat Europees kampioen. Met 97 punten. Mooi.
We zijn hier vandaag op bezoek bij Ton Zwartkruis en leraar aan de Deventer Muziekschool. Mijn eerste vraag, Ton, is met name gezien jouw enorme muzikale veelzijdigheid, welke opleiding heb je gedaan en waar? Ja, ik moet een beetje lachen omdat je muziekschool zegt, dat doe ik zelf ook nog steeds, maar sinds enige jaren heten we Cultureel Centrum De Leeuwenkuil, maar ik blijf ook gewoon muziekschool zeggen, dus dat vind ik eigenlijk wel mooi, dan kun je tenminste horen waar het over gaat. Ik heb gestudeerd, om op jouw vraag terug te komen, in Arnhem aan het conservatorium, na de middelbare school, en later nog in Hilversum en weer in Arnhem, maar dat waren korte studies die ik gewoon voor mezelf daarbij deed om me nog wat breder te oriënteren. Maar mijn hoofdvak orgel, wat ook mijn hoofdberoep is eigenlijk, dat heb ik in Arnhem gedaan bij Bert Matter. Jouw uitgebreide belangstelling voor die meerdere soorten muziek, dat verbaast mij ook steeds, want wij kennen elkaar al heel veel jaar. Maar heb jij ook een bepaalde voorkeur, bijvoorbeeld in de jazz, in de pop, in de amusementsmuziek, in de klassieke muziek of de kerkmuziek? De breedte komt denk ik voort uit mijn opvoeding, want het was bij ons thuis alles muziek wat de klok sloeg, maar vooral veel lichte muziek ook. Mijn broer, die 6 jaar ouder is, die speelde gitaar, op een gitaar die ik overigens voor mijn verjaardag had gekregen, maar ik had er in het begin niet zoveel mee. Maar toen hij leuke dingen op die gitaar ging spelen, heeft hij mij dat weer aangeleerd en toen ben ik basgitaar gaan spelen toen ik een jaar of 8, 9 was. En ook invallen bij zijn band, die hij toen had, als de bassist die zat in dienst, als die geen verlof kreeg. Dus toen stond ik als jongetje van 9 jaar met een zware basgitaar om mijn nek. En dat was lichte muziek allemaal, maar mijn moeder draaide veel licht klassieke muziek, overtures, en dat vond ik ook prachtig. En mijn vader die was meer van de, die was trompetist, bugelist, amateur bij de Enka Harmonie en daar werd natuurlijk overtures gespeeld, maar ook marsen en dus het was altijd muziek bij ons in huis. En de eerste EP'tjes, de eerste plaatjes kwamen op de markt. Mijn broer kreeg voor het behalen van zijn MULO-diploma een klein pick-upje, zelf in elkaar getimmerd door mijn vader geloof ik, en die draaide die plaatjes, dus dat was van alles wat, en dat heb ik mijn leven lang ben ik dat blijven doen, want ik heb zeer veel bewondering voor mensen die zich specialiseren, maar zelf moet ik daar niet aan denken. Want ik vind André Hazes bij wijze van spreken net zo leuk als dat ik een mooi ander stuk, klassiek stuk hoor of draai. Maar het gaat natuurlijk om de omgeving waar je bent en de situatie. Kijk, als ik met mijn jongens van de Sigarenclub ergens in een Jordaans café in Amsterdam zit, dan moet ik er niet aan denken dat ze daar een Bach-koraal draaien. Maar André Hazes klinkt daar uitstekend. En dat is bij mij zo in mijn gevoel ingebakken. Ik vind alles mooi. Tenminste, tussen aanhalingstekens een beetje. Want even terugkeren naar de klassieke muziek. Heb je een bepaalde klassieke componisten waar je al affiniteit mee hebt? Ja, ik heb wel voorkeuren. Ja. Ik bedoel, ik vind het allemaal interessant, nogmaals. Maar Bach is natuurlijk als organist de grote componist. Maar dat geldt voor een heleboel mensen, ook de niet-organisten, die helemaal gek van Bach zijn. Maar dat is op zulke ongelooflijk knappe en ingenieuze muziek. Dus dat vind ik fijn. Maar voor mijzelf, zo thuis wat piano spelend puur voor het plezier, vind ik het heerlijk om Debussy te spelen of Chopin en dat soort componisten. Maar de hele oude muziek is ook prachtig, maar dan kom je weer bij het orgel en het klavercimbel terecht. Maar ik ben ook wel gek van pianomuziek. Dus ja, ik vind het eigenlijk heel, heel gevaarlijk om te zeggen, ik vind dat of dat het beste of het mooiste. En dat durf ik eigenlijk alleen van Bach te zeggen, maar voor de rest. Al veel jaren heb jij eigenlijk in Deventer, dat kunnen we rustig vaststellen, het muziekleven een beetje bepaald, niet, maar een heleboel bepaald. Ik heb je zelf wel eens in vertrouwen verteld in de dagen dat Daan Poelder nog leefde en ook collega bij jou was op de muziekschool. Toen hij zeer plotseling kwam te overlijden, toen heb je dat gat gevuld. Want zowel de PTT van Varen als alles wat er aan muziek gebeurde in Deventer gebeurde, dat drukte jij op een of andere manier wel een stempel op. Dat heb ik altijd buitengewoon gewaardeerd. Want je arrangeert, je begeleidt diverse koren, je voert de directie ervan, je speelt ook in popgroepjes, je speelt in jazzgroepjes, je bent organist in de Broederenkerk in Deventer, geeft klassieke orgelconcerten. Daar komt dan nog het zingen bij, wat voor jou een bijzondere aardigheid is en wat je voortreffelijk kunt. Zoveel verenigd in één persoon, hoe krijg je het in godsnaam voor elkaar? Ja, dat is een moeilijke vraag. Nou, altijd verschillend en dat heb ik met de muziek eigenlijk ook een beetje. Als ik lang geen orgel speel, dan mis ik dat ontzettend.
Zoals op dit moment, omdat mijn orgel in de Broederkerk gerestaureerd wordt. Ja, speel ik te weinig orgel. En dan, dat mis ik dan weer ontzettend. Maar als ik weer erg veel met orgel bezig ben, dan mis ik die popmuziek weer ontzettend. En dan ga ik weer met een paar jongens wat repeteren. En dan gaan we weer in de kroeg spelen ergens. Of we hebben nu op school een ontzettend leuke popband van docenten. En dat vind ik fantastisch om te doen. Daar zing ik dan hoofdzakelijk bij en speel wat toetsen. Maar ik vind het allemaal leuk, dus dan maakt het ook niet zoveel uit. En ik heb het ook wel eens op één dag gehad, dat ik 's morgens stond te bassen in een Dixieland-bandje bij de opening van de sportschool van Tony Jonkman toen nog. Die ken je nog wel. Ergens daar op de Zandweert. En 's middags heb ik een klaversymbolconcert gegeven in de stad, bij iets van een dichtersmanifestatie. En 's avonds stond ik met een popband te spelen en daar kwam ik dezelfde dominee Borre van de Doopsgezinde in de kerk weer tegen. En die stond erbij met het hoofd te schudden. Die zegt, ik heb je vanmorgen gezien en dan is vanmiddag op een klaversymbol en nou sta je gitaar te spelen in een popband en te zingen. Ik zeg, ja, dat kan allemaal. Als je nou morgen vroeg komt, kun je hem ook nog orgel zien spelen in de kerk. Wat er nog achteruit gezegd. Ik kan me er wel herinneren. Dat vond hij natuurlijk leuk als dominee. Tom, ik wou het hierbij laten. Ik wou je hartelijk danken voor jouw bijdrage in deze reportage. En ik hoop tot een volgende keer. Dankjewel. Oké, graag gedaan.